Dit is de 44-jarige Nazir uit Stiens. Hij vluchtte in 2012 samen met zijn vrouw naar Nederland, omdat ze in hun thuisland Pakistan werden vervolgd. Nazir moest in ons land helemaal opnieuw beginnen. De familie kreeg een huis toegewezen in Stiens en daar probeert Nazir een nieuw bestaan op te bouwen. It was not easy. As you left your own country and left your home and you come to like a new place and then it's not ever easy to start a new thing, you know. You came in a new culture, new language, and all the time new rules, you know. On every step you have to follow new rules, so you know. So yeah, it was not easy. We just keep going. We just found it. So. Nazir krijgt veel steun vanuit de kerkelijke gemeenschap van Stiens. Zo ontwikkelden ze samen bijvoorbeeld een project om een school in Pakistan te ondersteunen. Dat project heet Malaab, het Pakistaanse woord voor verbinding. Het project zorgt voor sponsoring en contact uit Nederland met de mensen uit het gebied waaruit Nazir destijds vluchtte. There is nothing available, so. In de kerk van Stiens ontmoette Nazir ook Pieter Koehoorn. Inmiddels zijn ze goede vrienden geworden. Oh, okay. You know, I thought that you don't speak Frisian. Of course I speak Frisian. Man, it's the same as if you speak Punjabi or not. Ik neem aan dat er een soort drama achter het verhaal van Nazir en zijn familie zit, of net? Ja, ze gaan natuurlijk heel wat meemaken van u. Trek van Pakistan hierheen. Dat wie echt wel te merken de eerste keer dat ik hun ontmoette, dat wie echt wel wat de spelen wel wat, zeg maar. Dat merk is wel wat in de gesprekken, maar ik merk wel dat natuurlijk echt wel dat is net die hele ziel en zaligheid hier op een luister als krijgt die een kenner leest. Dus dat vertrouwen maakt er echt wat komen en het vertrouwen in de samenleving hier. En ik denk dat nou wel heel goed gaat. Maar die had natuurlijk wel een heel verliene west voor hun. Ja. Dus dat is wel een dreig west voor hun. Ja. Haamt er onderling wel eens hoor? Ja, zeker wel. Ja, we hadden wel regelmatig gewoon hoe ze hier kaam binnen. En, ik vind het wel, ik vind het echt schrijnend. Het is maar echt wel. Ja, dat had wel impact op mij gewoon, ik als persoon, zeg maar. Dus dat is wel. Ik vind het heftig, zeg maar. Vooral het feit gewoon dat het eigenlijk vluchten was uit in eigen loon. Ik had me wel eens intocht hoe zo dat voor mij was, dat ik mij het hele gezin, zeg maar, voortmat. Maar dat, ja, en net meer waarom kind, dat is best wel een. Dat had echt wel wat vorten in klaar. Koehoorn gaf hem ook het advies om een foodtruck te beginnen met Pakistans eten. We did not have a plan to do that, but you know we were standing in a bradri in Stiens for raising money for the Malaab, you know, and we thought that okay, let's make Pakistani food and you're raising money for that, and it works. And we invited our friends to our home to having food, you know, and there were. Everybody really liked that, you know, and then we thought, okay, yeah, let's do some kind of this thing, you know. Has natuurlijk wel Chinese en Oosterse en Indiase restaurants en zo, maar dit is zo specifiek het Pakistanse eten. Dus toen had ik zei, ja, je moet echt een restaurant beginnen. Dit is gewoon je roeping, dit moet. But were you a cook in your hometown or in your home country before? Oh, not really. Not really. My wife, she's the one of best food maker, you know. That's what I can say. I believe in her cooking, you know, and I'm learning now from her as well. So, she has a natural taste in her hands. So that's what I'm getting benefit from this. Sinds 2 jaar heeft Nazir dus een foodtruck en staat daarmee op de markten van Sint Anne, Stiens en Leeuwarden. I like it. Oh, I love it. I love it. I really enjoy this. I really enjoy this because when you are in the market, you are between people, you know,
you get connect with the people, you know, get a conversation with the people, you make a connection with the people, you know. Het is mooi weer, hè? Het is vandaag is mooi weer, hè? Ja, ik koop er vaker bij hem, ja. En wat is nou uw favoriet? Met kip. Hij heeft heerlijke gekruide kip. Pittig, maar wel heel erg lekker. Het is een keer wat anders. En in ons geval is het gewoon, het is halal, dus wij eten alleen halalvlees. Dus we komen hier graag. Vaste klant? Vaste klant, zeker. Ook voor het avondeten af en toe. Wil je een tasje? Wat zeg je? Tasje? Alsjeblieft. Het is lekker pittig. Daar hou ik van. En dan elke vrijdag even lekker langs de parken? Niet elke vrijdag, maar wel regelmatig. Mooi, dank je. Ja, I just want to stay with this business and try to grow with this business, you know. And try to do our best, you know. And keep giving smile to people with our food. And that's what I want to do in future now. Zo, rap, man.